Hoppakee, die is dood. Hoppatee, oké. 1 kill is binnen. 2 kills binnen. Hoppatee, hij was aan het typen. Dus nu wat hij typt, komt niet meer in beeld te staan. Dat is een zeer, zeer, zeer belangrijke kill namelijk. Want hij wou dus de hele tijd mij lopen nakken. Hij wou gewoon meer Lumius lopen nakken. Ik heb hem vermoord. Hij kan nu niks meer zeggen. Lekker man. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van A Murder Mystery. We gaan vandaag weer lekker spelen. Ik heet vandaag, zoals je kan zien, Mir Lumius. Om gewoon het gevoel te krijgen van... Alright, alright. Zo voelt die man zich dus als die mensen loopt te vermoorden in Mindtopia. We gaan eens even kijken hoe wat allemaal. We zijn vandaag wel innocent, dus we moeten eerst toch een soort van onderzoekje gaan doen. Wie natuurlijk de murderer is. Maar dat moet dan wel goed gaan komen. Mocht je natuurlijk vandaag er weer zin in hebben, klik natuurlijk eens even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw, abonneer en welkom. Ik zag in de reactie staan dat jullie het leuk vinden dat ik Murder Mystery speel. Dat jullie het graag vaker willen. Alles erop en eraan. Dus dan gaan wij natuurlijk ook ons best doen om het, om het goed te doen. Wat ik ook in de reactie zag staan was dat mensen zeiden, Duffy, als jij een soort van slaangeluid hoort, is dat niks meer dan de murderer die een kill maakt. Nou ja, dan denk ik van... Oké, het is niks meer dan een murderer die een kill maakt. Maar, oh my god, detective is dood. Maar ik heb dan zoiets van, dat is toch wel een beetje gevaarlijk, right? Als gewoon letterlijk een kill wordt gemaakt. Dus, onze detective is inmiddels al dood. Ik hoop dat ik eigenlijk zijn bow kan oprapen. Ik vertrouw niemand meer nu op dit moment. Ik vertrouw hem niet. Ik weet niet waarom, ik vertrouwde hem niet. Maar goed, Oké dan. Degene die nu aan het moorden is, pakt continu... Iemand die dus de boog van de detective probeert te pakken. Aha, alrighty then. Ik heb nog geen enkel idee waar het überhaupt ook... hier dus, oké. Wait a second. Wait a second. Eén van deze mensen hier moet bijna you win. Nou, ik dacht oprecht dat één van deze mensen hier... het misschien wel was geweest, maar blijkbaar niet. Oké, dan hebben we de eerste potje alweer gewonnen. There we go. Beter word ik op dit moment wel de murderer. Je ziet het inmiddels, mensen. Ik heb 47% kans dat ik de murderer ga worden. Ik hoop oprecht dat het zo gaat zijn. Dat is bijna 50% kans dat ik het word. Ja, ik hoop het echt wel. Ik moet zeggen, ik vind de murderer vond ik oprecht leuk. Gewoon om te kunnen doen. En we zijn er. Kom op. Oh, man. We zijn wederom innocent. Het maakt op zich niet uit. Ik bedoel, we gaan ons best doen. Maar je snapt natuurlijk wel, je wil natuurlijk eigenlijk wel die murderer zijn in deze game mode. Terwijl, ik moet zeggen, dit vind ik leuk. Dit is een hooibal die in de prairie wel eens voorbij komt razen over de prairie. Terwijl er al een kill is gemaakt. Vind ik er leuk uitzien. Ondertussen ga ik je even kijken, want je hebt in dit huis, dus zoals je kan zien, best wel campspots. Nou is dat natuurlijk een manier als je per se wil winnen om inderdaad te gaan doen. Is het helemaal leuk? Ik denk het niet. Ik weet ook niet of er iets op zit. Oeh, jeetje. Oké, de murderer is hij. Oké, hij is letterlijk de murderer. Oké. Dus Game Tristan L is dus de murderer. Oké, ik moet nu gaan zorgen voor allemaal fucking gold en dan hem aan te pakken. Kijk. Hij weet dat ik hem heb gezien. Dat weet hij. Oh fuck, ik moet doorrennen. Go. Ik moet ook namelijk opletten dat hij niet een zwaard tegen me aangooit. Want dat kan dus ook. Daar heb ik dus ook totaal geen... Hoeft aan hem zomaar te zeggen. Maar we weten in ieder geval wel wie de murderer is. Dus ik ga goed door met het goud verzamelen. Oh fuck, ik kom achter me aan. Shit. En dan wil ik hem in ieder geval dood gaan schieten. Maar ik heb echt geen zin in dat hij achter me aankomt. Oh my fucking god. De murderer is letterlijk in my back. Boy your horse. Oeh, dat is wel handig. Maar tegelijkertijd wil ik gewoon liever toch maar een bow hebben om de murderer neer te kunnen maaien. Want ik denk toch dat het even belangrijk is dat ik de moordenaar weet uit te schakelen. En dat ik op een paard ga lopen ronddurpen. Kom op, geef me ergens goud, jongens. Please, don't do this to me. Oh, kom op. Oké, we hebben hier één stukje goud nog. Lekker. Oké, komt die murderer naar mij toe? Daar loop je in ieder geval niet tussen nu. Oké, hier hebben we wel weer iemand op een paard. Dat is ook niet de murderer. Oeh. Ik moet zeggen, die heeft wel natuurlijk ook zo'n witte skin. Dus ik dacht eventjes van paniek in de confettifabriek. Maar nee. Ligt hier goud, jongens? Kom op. Ik heb 3 stukjes goud nodig. Alsjeblieft. Oké, hoppatee. Dat is weer een stukje. Lekker. Oké, we hebben de murderer loopt daar. Oké, doorrennen. Go. Hij pakt nog een kill. Hij pakt dan even 2 kills. Oké. Ik moet dit zien vol te houden, want ik kan hem uitschakelen. Kun je nog 1 golden ingot en ik kan hem uitschakelen. Kom op. Is hier misschien nog goud? Oh man. Oké, we zien hier ons laatste stukje goud. Oké, mensen. There we go. We hebben onze boog. We kunnen nu gewoon de murderer gaan vermurderen. Omdat ik gewoon weet nu dat hij gewoon... Ja, ik weet natuurlijk gewoon wie het is. Dus wat dat betreft is het een kwestie van tijd. Kijk, hij is hier dus. Kijk, rent hij gewoon zo met zijn zwaard. Ik ga expres hier even zo staan. Zo. Ik wil hem juist dat hij een beetje op me afkomt lopen eigenlijk.
Oké, wacht. Wait a second. Nee! Ik miste! Oh my god! Heb ik nu nog een pijl of niet? Ik weet het niet. Ik weet het oprecht niet. Oh boy. Oh boy. You win. Oké. Okay. Iemand anders heeft hem weten te killen. Mijn poging tot assassination ging fout, maar... Yo, hey. We leven, dat is belangrijk. Holy shit, dat is wederom een win voor ons. Als het goed is, moet ik nu weer mijn murder procent increase, right? Nee, dus iets naar beneden. Oké, 45%. En alsnog eens 24% ook nog een keer voor een detective. Dus moet je nagaan dat er zo'n... Nou, ongeveer 70% kans is dat ik dus niet innocent ben, maar dat ik een leukere rol ga krijgen. En oh my fucking god, you have to be freaking kidding me. Waarom? Geef mij alsjeblieft nou eventjes die murderrol, man. Ik wil zo graag dat doen. Ik vind dat zo ontiegelijk leuk om te mogen doen. Omdat je gewoon zo sneaky moet spelen dat niemand je doorheeft. En dan gaan ze mij weer lopen naaien dat ik wederom innocent ben. Dan moet ik weer gaan onderzoeken. Nou, hij moet niet. Ik moet eigenlijk alleen maar rennen bij wijze van. Maar dan moet ik eigenlijk weer gaan onderzoeken wie de murderer is. En vanuit daar doorgaan naar hoe en wat allemaal. Oké, er is in ieder geval nu alweer iemand vermoord. Ja, dit gaat helemaal nergens over. Ik moet nu gewoon 100% gold gaan vinden. En dan goed op gaan letten. Maar ik heb no lead. Ik heb werkelijk geen idee. Natuurlijk had ik net ook niet. Maar toen had ik in ieder geval nog wel iets van... Oh, wait a second. Dat toen natuurlijk de bowhitter werd gedropt. Dus toen wist ik dat het ergens in de buurt was. Maar in dit geval, ik heb geen idee. Ben jij het? Nee, oké. Okay. Elke speler kan in dit geval nu de murderer zijn. Oh, deze man ook. Oh nee, wacht. Oké, we hoorden het geluidje. Er is wederom iemand vermoord. Waarom wederom iemand vermoord? Wauw. Iedere keer denk ik ook van, ja, wie? Ja, dat vraag ik me ook af wie het is. Ik ben wel geen idee. Ik bedoel dat ik lekker gold aan het verzamelen ben. Dankjewel. Dankjewel. Kom op, meer gold, meer gold, meer gold. Please. Kom op, ik heb er 6. Ik heb er nog 4 nodig. Ik hier op nummertje 7 aan. Lekker dan. Maar ja, wie is dit moment de murderer? Oh my fucking god. Ik wil op iedereen schieten als ik hem in mijn boog heb. Maar dat leek me niet verstandig om te doen. Want dan ga ik daar zelf dood. Maar... Oké, we hebben in ieder geval hetgeen wat we nodig hebben. Oké, er is weer iemand dood. Hij is het sowieso niet. Hij is het sowieso dan ook niet. Hier is hij ook niet, want hier liggen nu geen lijken. En hij heeft net namelijk... Detective has been killed. Oké, de detective is dood. Fuck. Dit is hem dan sowieso niet. Wacht. Wie... Oh, man. Ik heb hem voor mij ook nog... voor mij ben ik hem nog niet eens tegengekomen, oprecht. Wacht, hij zit. Ik heb hem gezien. Dit is de moordenaar. Ik heb hem gezien. Wat? Ik was er heilig van overtuigd dat dit hem was. Omdat hij rende zeg maar hier vandaan. En hij had natuurlijk hier iemand gekild. Of in ieder geval, dat dacht ik dan. Hè? Hij had deze gekild. En vervolgens loopt hij deze kant op. Nou, dan denk ik 1 plus 1 is 2, hoppatee. Dat is hem. Maar als dat hem niet is, wie is het dan wel? Dat wil ik nu ook weten ook. Die kan je ook allemaal niet zien ook. Is hij het dan toch? De man die heel het AFK stond? Nee, zijn hun het niet. Wacht, als hij het niet is en hij ook niet. Dan is het dan... Oh, nee. Ik wil eruit. Is het dan toch misschien... Hij? Ben jij dan daadwerkelijk de murderer? Hij kan niet zo meteen misschien een kill gaan maken. Of als hij die kerel daar ziet, hij ziet hem daar niet. Oké. Ja, deze man moet dan wel gewoon het zijn, right? Ja, zie, hij is het. Oké, dan. Hij is het dus. Ah, for fuck's sake. Had ik totaal niet door überhaupt dat hij het was. Maar ja, hij was in ieder geval. Er zit natuurlijk iemand hier nu te campen. Die zou zeggen van, ik blijf wel lekker staan totdat de game klaar is. Voor mij mag je. Maar dan join ik ondertussen wel gewoon een nieuwe game. Want ik ga natuurlijk niet wachten op iemand die letterlijk in de hoekje staat te wachten en niks aan het doen is. Dus heb ik ook zoiets van, ja, weet je, fuck off. En misschien, ja, zoals je ziet, ik heb nu wel iets minder percentage om natuurlijk murderer te worden. Maar liever dat dan dat ik nog 2 minuten in een game moet wachten waarbij iemand letterlijk in een hoekje staat te campen. Wat ik overigens totaal niet leuk vind. Roll murderer. Ah, kill all players. Finally. I will tell who is the murderer. Oké, even kijken. Hij zegt dat is iemand met een T. Wat is hij voor skin? Hij heeft... Zou dit hem kunnen? Dat is misschien zelfs wel meteen deze kerel. Oké, wat ik ga doen is ik ga gewoon heel onopvallend gewoon spelen. Ik ren gewoon expres nu hier even in zo. Weet je, dus ik hoef me namelijk nergens zorgen over te maken of iemand mij wil vermoorden natuurlijk. Want dat gebeurt toch bijna niet. Oké, die is dood. Hoppatee, oké. 1 kill is binnen. 2 kill is binnen. Hoppatee, hij was aan het typen. Dus nu wat hij typt, komt niet meer in beeld te staan. Dat is een zeer, zeer, zeer belangrijke kill namelijk. Want hij wou dus de hele tijd mij lopen nakken. Hij wou gewoon meer Lumius lopen nakken. Ik heb hem vermoord. Hij kan nu niks meer zeggen.
Lekker man. Hoppatee, is ook dood. Hoppatee, is ook dood. Oké, dan. Dat ging even snel. Dan moet ik alleen wel even opletten dat ik een beetje bij de lijken vandaan blijf. Want anders valt het natuurlijk ook wel op. Dat ik het natuurlijk ben. Moet ik ook niet vergeten dat mensen ook nog steeds goud en alles oprapen. Ik ga het deze keer al aan. Assadeur. Hoppatee. Hoppatee. Oké, dan. Ja, weet je wat het is? Je kan die mensen maar meteen beter uitschakelen. Als ze je zien, want voor je het weet heb je gewoon een probleem. Oh, fuck. Oké, dat ging heel fout. Dat ging echt heel erg fout. Als mensen me nou niet hebben gezien, dan weet ik het ook niet meer. Maar goed. Ik ren maar gewoon door. Ik weet niet waar deze keer heen gaat, maar ik ga achter hem aan. Tam, 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 tam. Pling, 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 pling. La, 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 la. Didi, didi, didi. Hoppatee. Oh, die had net zo'n boog. Wauw, daar had ik echt mazzel mee. Daar had ik echt mazzel mee. Oké, detective has been killed. Oké. Wauw. Er leven niet zo heel veel mensen natuurlijk meer inmiddels. Ik heb inmiddels 9 kills. Dat gaat in ieder geval lekker. Mag ik ook goud oppakken? Ik mag ook zelfs goud oppakken. Nice. Oké, dan. Het kan natuurlijk nu zo zijn dat mensen aan het campen zijn. Weet je wel, dat zou natuurlijk ook nog kunnen. Want ik heb natuurlijk eerder gespeeld in de game. En dat is natuurlijk al eerder voorgekomen dat mensen ergens in hoekjes lopen te campen. Dus ik ga maar gewoon ondertussen ook huis en alles checken. Just to be sure dat er geen mensen lopen. Oh, wow, 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 wow. What the fuck is dit? Oh, oké. Een soort van filmscène ben ik op dit moment blijkbaar. En nou, dat deed ik dus. Er leven dus nog een x aantal mensen. Maar waar? Dat is natuurlijk wel weer de vraag. Waar leven ze? Waar zitten ze? Waar verstoppen ze zich? Want het lijkt me vrij duidelijk. Dit zijn natuurlijk allemaal mensen die zich nu aan het verstoppen zijn. Die hier nergens met iemand rondrennen. Ze hebben zoiets van, weet je wat er ook gebeurt. We willen die game winnen. En we gaan maar rustig lopen campen. Mino likey. Mino freaking likey. Ik heb nog 2 minuten though. Dus ik heb nog eventjes de tijd. Alleen. Oké, ik zie iemand daarboven. Nice, oké dan. Zodra ik maar weer 1 iemand. Ik zie hier ook beneden iemand. Hoi. Oké, deze is in ieder geval dood. Hierboven zit dus iemand. Ik weet niet of ik hier kan komen, though. Maar ik ren gewoon hier naar boven toe. Kan ik hier naar buiten toe? Ja, dat kan ik in ieder geval wel. Very nice. En hij is natuurlijk nu al wel weer gone. Hij weet dus waarschijnlijk van, oké, ik moet voor hem oppassen. Want hij is de murderer. Lijkt me op zich vrij logisch natuurlijk dat hij dat doorheeft en dat hij dat weet. Want in 1 keer werd zijn buddy vermoord. Ik wou hem bijna gaan slaan, maar dat is helemaal niks. Oh, come on. Mensen, please. Show me the goodies. En waar de fuck zijn jullie? Ik heb de 13 kills gehad natuurlijk eergisteren. Dus beter kan ik dat vandaag verbreken. Dus beter komen er even mensen tevoorschijn. Dus beter kan ik gewoon even in elkaar gaan stompen. Oh, ik heb een boog gekregen. Nice. Oké, dan. Oké, ik zag er iemand in de verte. Daar. Ja. Ja, ja. 2 mensen hier zelfs. 2. Wauw. Oké, dan. Hoi. Waar gaan we heen? Oké, deze is dood. Dan moet ik hem nog zien te killen. Oh. Oké dan. En ik moet nu nog 1 iemand zien te killen, mensen. Het is een 1 tegen 1 game. Wauw, maar de vraag is nu natuurlijk, waar loopt hij te campen? Hier, bam, en hoppatee, you win. Every survivor died. There we fucking go. Me Lumius power, come on. Yes. 14 kills, mijn eerste game ever weten te winnen als murderer. Feels freaking good, man. Mensen, ik wil jullie allemaal enorm bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe natuurlijk eventjes dan dat duimpje omhoog. Ben je nieuw, abonneer, welkom. En mensen, tot de volgende keer.